Welkom iedereen bij deze presentatie van tomaten-t-shirt of t-shirt gemaakt van tomatenstengels. Ik verwacht een heleboel mensen nog die nog niet allemaal zijn ingelogd, dus er zullen er ongetwijfeld veel gaan bijkomen. Welkom allemaal, even voor de goede orde graag de microfoon gemute houden. Als je wil, mag je de camera aanzetten. Dat is ook leuk voor ons. Dan zien we iets meer dan alleen maar de namen. In het kader van de Week van de Circulaire Economie is ons gevraagd om het project wat wij samen met Blue City Lab hebben uitgevoerd te presenteren. Ik heb een aantal slides voorbereid met daarop het programma, zoals u nu kunt zien. Ik ga jullie straks even meenemen in de aanleiding en het voortraject van het onderzoek van tomatentextiel. Daarna geef ik het woord aan Nienke Binnendijk. Zij is directeur van Blue City Lab. Zij zal een snelle rondleiding, een virtuele rondleiding geven door Blue City en het nieuwe circulaire biolab. Vervolgens vertelt Nienke ook de presentatie, in een presentatie de projectaanpak, het verloop en welke resultaten we hebben behaald. En we sluiten af met een interactief gedeelte waarin vragen, opmerkingen, goede ideeën en ik heb met een knipoog al bestellingen neergezet, want dat is waar we natuurlijk naar op weg zijn. Hebben jullie tijdens de presentatie vragen, gebruik daarvoor alsjeblieft de chat. Dan worden ze niet vergeten. Dan halen we die op in gedeelte 4 van het programma. En dan kunnen ook nog even live vragen gesteld worden. Op dit moment al iemand een vraag, opmerking of iets anders wat er graag wil vertellen? Niet? Nou, helemaal goed. Dan ga ik beginnen. Zoals gezegd, en jullie hebben allemaal van mij de link gekregen, mijn naam is Willem Kemmers en ik ben trekker van het programma Biobased bij Greenport West-Holland. Wat wij vanuit dat Biobased circulaire programma beogen is om reststromen uit de tuinbouw zo hoog mogelijk te verwaarden. Hoger dan wat nu de norm is richting compost. Dat is één belangrijke programmalijn. Ander belangrijk programmalijn is de inhoudstoffen uit planten kunnen halen. Dus telen specifiek voor inhoudstoffen die dan als vervanging kan dienen voor fijn chemicaliën, voor farmaceutische of cosmetische toepassingen. Nou, dit heb ik weergegeven in de slide die nu op jullie voorstaan. Op jullie scherm staan. Die tomatenplant, zowel de tomaat als de plant, de stengels, daar kunnen we ontzettend veel dingen mee doen, al behalve hetgene wat we nu al gewoon zijn, die tomaten kopen in de supermarkt. Kleurstoffen, vruchten die niet goed genoeg zijn of niet goed genoeg bevonden worden om in de supermarkt te pakken, kunnen we sap uitmaken. De schilletjes kunnen voedingsvezels vormen. Tomatendozen kunnen we ervan maken, van de stengels. Daarover straks een extra slide. Fijn chemicaliën noemde ik net. Die staat hier genoemd als agrochemie. Gewasbescherming uit stengelsap. Er is op laboratoriumschaal aangetoond dat we met het sap uit de tomatenstengel een bepaalde schimmel in de komkommerteelt kunnen tegengaan. Maar ook zijn er supplementen, voedingssupplementen en zelfs antitumorstoffen zijn er gevonden in de stengels. Dus de tomaat, los van het feit dat het in Nederland het grootste glastuinbouwgewas is, met de meeste reststromen, kunnen we er dus nog heel veel meer dingen mee dan alleen maar die lekkere tomaten van eten. Andere kant op. Een van die voorbeelden noemde ik net al. In het verleden, een jaar of 6, 7 geleden, is er een project opgestart met de partners die je rechts in beeld ziet, om de tomatenstengels te versnipperen en als basis te gebruiken om papier en karton van te maken. Nou, dat is een succesvol project geweest in die zin dat er ruim 300.000 dozen zijn gemaakt als omverpakking. En prominent in beeld was het moment, de launch van de tomaten stengel karton
dat toenmalig burgemeester van de tak van het Westland een doosje met heerlijke Westlandse groenten. Het doosje was gemaakt van de stengels en groenten uit het Westland heeft hij overhandigd aan de koning. Wat ik zei, dat is al een jaar of 6, 7 geleden. En vanuit mijn programma probeer ik ook telkens nieuwe inspiratie aan te leveren aan de markt en alle mensen. En na 6, 7 jaar, dan is één voorbeeld, één mooi icoonproject, heeft zijn beste tijd wel gehad, vind ik. Dus het werd tijd voor een nieuw project. En dat vond ik niet alleen, dat vond ik samen met een aantal andere mensen. En daarmee was die focus ook weer van, ja, hoe kunnen we nu een mooi nieuw icoonproject in de benen hijsen? En dan gericht, zoals ik nu laat zien, zo hoog mogelijk in de waardepiramide. Nou, tussen wens en wat realistisch is, gaat soms een hele tijd overheen voordat je duidelijk hebt wat er nu precies kan en wat niet. Wij hebben in overleg, kom ik straks even op terug. In overleg zijn we gaan kijken van, ja, wat zouden we nu het beste kunnen doen? Wat zou een mooie impact zijn en wat zou een mooie inspiratie kunnen geven naar zowel de sector, de tuinbouwsector, als daarbuiten? Nou, ik was daarbij geïnspireerd door een kunstenares uit Eindhoven, Jalila Essaidi, met haar project Mastic. Zoals je kunt zien, een koe met zijn ontlasting, koeienpoep. Dat is de basis geweest voor haar om een complete fashionlijn te ontwikkelen. Uit die koeienpoep heeft zij de cellulose gehaald, die we hier in die glazen product zien. Hier zien we Jalila Essaidi zelf. En dit is een voorbeeld van wat zij ervan gemaakt heeft. De cellulose vezels uit de koeienpoep heeft zij dus gehaald. En die heeft ze tot een stof weten te maken. En daarmee is zij enkele jaren geleden wereldwijd op verschillende catwalks uitgenodigd om dat te laten zien aan het publiek. En die is ontzettend enthousiast ontvangen. Nou, vanuit mijn agrarische achtergrond was mijn veronderstelling dat die vezels wij misschien ook best wel eens kunnen gebruiken zonder dat door het darmkanaal van een koe is heen gegaan. En dat was het vertrekpunt voor mij om aan de slag te gaan met een nieuw project. Ik, zoals gezegd, vanuit Greenport West-Holland. Daarnaast kwam ik Maurice Wubbe tegen. En ik noem hem maar eventjes met alle respect de groentemarketeer uit het Westland. Voor sommigen bekend, voor anderen misschien wat minder, maar hij is heel erg op zoek en actief om te kijken naar nieuwe toepassingen en om de tuinbouw op een mooi voetstuk te plaatsen en positief in het nieuws te brengen. Nou, een dergelijk project, idee zou daar heel erg mooi bij passen. En de derde persoon die erbij betrokken was Ted Duivenstein. Ted, een familiebedrijf, of samen met een aantal broers, heeft hij een grote tomatenkwekerij in Pijnakker. En op hele duurzame wijze tilt hij daar op een grote oppervlakte veel tomaten en is ook continu op zoek naar hoe kunnen wij duurzamer tomaten telen. En alle reststromen gebruiken, maar ook hoe dat in de sociale context goed is in te passen. Zowel naar zijn directe omgeving als naar medewerkers en dergelijke. Nou, wat wij gezamenlijk gedaan hebben is gaan oriënteren van waar kunnen wij nu die kennis halen om te zien of ons idee daadwerkelijk gaat lukken. De eerste partij die we daarbij hebben gesproken is de Wageningen Universiteit, Food and Biobased Research. Daar zit een hoop kennis. En ook zij schatten in dat het mogelijk zou zijn. We hebben ook contact gehad met Saxion Textielcentrum in het oosten van het land. En uiteindelijk zijn we bij Blue City terechtgekomen.
En op basis van de wensen die wij hadden en vooral ook het lokale circulaire initiatief voor ogen houdend, zijn we met Blue City in zee gegaan en hebben we het traject opgestart om financiering voor dit project te gaan zoeken. Nou, ook daar is enige tijd overheen gegaan voordat het rond was, maar uiteindelijk zijn we heel dankbaar dat via CityLab 010 van de gemeente Rotterdam, BioBoost, een Interreg-project via gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland, het onderzoek en de ontwikkeling van tomatentextiel of een t-shirt van tomatenstengels mogelijk hebben gemaakt. Nou, en ter inspiratie en nog een paar mooie beeldjes van hoe het er in Rotterdam uitzag een sneak preview van het lab, wat we straks door Nienke nog uitgebreider zullen zien. Het eerste wat we gedaan hebben nadat de financiering geregeld was, is juist ook op aangeven van Maurice, van we moeten goed laten zien waar we mee bezig zijn. En dus hebben we een website gemaakt, tomatentextiel.nl, en daarin kun je nog steeds enige achtergrondinformatie vinden. Nou, dit was de aanleiding van het project In Vogelvlucht. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Nienke, die ons gaat meenemen een virtuele tour door Blue City. En vervolgens het project, hoe dat bij hun is geland, wat zij hebben gedaan. En vooral welke resultaten we hebben bereikt. Dankjewel Willem voor de voorzet en goedemiddag iedereen. Ik heb, voordat ik start, even een paar kaders voor mijn eigen om mijn eigen enthousiasme goed aan te laten sluiten op jullie voorkennis. Ik zal heel kort laten zien wat wij hier in het lab doen. En we kunnen eventueel aan het eind van mijn presentatie, zou ik willen voorstellen om nog een dat ik een tour doe door het pand, omdat ik hoop dat we dan ook een aantal, dat ik beter inzicht heb in wat de voorkennis is die jullie hebben over Blue City. Mocht je nou geen idee hebben wat Blue City is, dat licht ik zo toe. Als jij stopt met delen, Willem, dan neem ik hem van je over. We zijn tomatentextiel begonnen. Zo is het als het goed is beeldvullend. Yes, ik zie Willem knikken, dat is fijn. Altijd in deze online werkelijkheid. En Willem heeft al aangegeven hoe we daarmee zijn gestart. Dat was een mailtje naar info@bluecity.nl. Beste blauwe ondernemers, we zijn voornemens een textiel te maken van tomatenstengels. Zien jullie hier mogelijkheden en zo ja, zullen we daar een keer over praten. Dat was onze start. En ik ben degene geweest die heeft gezegd, dat kunnen we gaan doen na een ronde bellen van een aantal experts uit ons netwerk toen. Inmiddels zijn we bijna 3 jaar verder en ben ik trots dat dit project ook heeft bijgedragen aan een gigantische groei van kennis en netwerk van ons lab. Weet ik niet of ik toen nog zoveel mondig ja had gezegd, maar ik ben nog steeds heel trots op de resultaten die we hebben bereikt. Ik zal jullie strakjes verder in dit zwembad laten zien hoe het er nu bij staat. Het is in de jaren 80 gebouwd door een onderneming die jullie allemaal wel kennen, Centerparks. En in vorige eeuw overgegaan naar een vastgoedinvesteerder die er hoogbouw wilde plaatsen. In alle jaren dat het aan de voorkant draaide en een subtropisch zwemparadijs was aan de Maas,
is het aan de achterkant een flink dispuut geweest met de omwonenden die dus hebben voorkomen door de wisseling van de van het bestemmingsplan daar bezwaar op aan te tekenen, dat het Tropicana zou worden gesloopt en een hoogbouw zou worden gebouwd. Die vastgoedinvesteerder wilde dus geen subtropisch zwemparadijs hebben en dat heeft gemaakt dat hij tientallen jaren niet heeft geïnvesteerd in onderhoud van het pand. En dat was in 2010 de voornaamste reden om Tropicana als zwembad te sluiten. In 2012 zijn er twee mannen gestart met de groei van oesterzwammen op Koffiedik van het restaurant wat er daarnaast is gestart, wat er nog steeds zit, Aloha. Om oesterzwammen voor een lokale markt te kweken. En mag ik misschien wel zeggen, de rest is geschiedenis. Blue City is in 2015 gestart door meer dan 30 ondernemingen die allemaal een deel van de grote oplossing voor een circulaire voorbeeldstad in handen dachten te hebben. En ze dachten, we gaan niet wachten tot dat beleid verandert. We wachten niet tot een klimaatakkoord is gesloten. Want dit was nog voor het klimaatakkoord van Parijs. We gaan gewoon aan de slag en kijken hoe we een oud zwembad kunnen omvormen tot een circulaire stad. We zijn nu 5 jaar verder. We hebben in oktober 5 jaar Blue City gevierd. En ik kan jullie daar nog heel veel over vertellen, mocht je daar benieuwd naar zijn. Zet even in de chat specifieke vragen over Blue City, dan kom ik daar straks op terug. Ik spreek jullie toe vanuit het kantoortje van het eerste circulair verbouwde biolab ter wereld. We hebben 3 biolabs. Eentje om te werken met schimmels, die zie je hier op de foto. Lisa en Willem, die aan de slag zijn. En die zichzelf hebben geleend om een mooie persfoto te maken. We hebben een lab om te werken met bacteriën en een algemeen lab voor licht biochemisch werk. Waar ook een zuurkast staat. En het idee is dat wij onze werkplaats, ons drooglab, dry lab, en die 3 biolabs daarmee zoveel mogelijk pioniers supporten. Dat zijn pioniers in het maken van bio-oplossingen. Ik ben heel erg trots op dat we die labs hebben gerealiseerd. Samenwerking met de bouwpartij BAM. En bijna alle materialen zijn circulair geoogst. Dat was hell of a job. Daar staan op de website van Blue City mooie infographics inmiddels over. En ook een lifecycle analysis om te laten zien waar we precies op hebben bespaard en wat voor materialen we hebben gebruikt. Dat is de context vanuit waar ik jullie toespreek. En die context was ook en is nog steeds dat we inmiddels wel weten met mooie grafieken zoals ik nu aan jullie laat zien, dat we naar een radicaal andere economisch model moeten gaan. En daar zijn allerlei boeken over geschreven. Cradle to Cradle en de blauwe economie is ook een prachtig inspiratie voor velen. Jan Jonker die deze infographic voor een werkboek business modellen circulaire economie heeft gemaakt. Die heeft genoeg kennis bij elkaar verzameld, pioniers geïnterviewd, talloze voorbeelden kun je overal op het internet vinden. Maar ja, het is nog steeds realiteit dat bijvoorbeeld de fashion-industrie, waar wij ons Tomatotex project op hebben gericht, zeer slecht is georganiseerd. Slecht voor het welzijn van mensen, slecht voor het toekomstbestendig gebruik van onze planeet. En de enige manier om daar uit te komen is aan de slag te gaan en dat samen te doen. Dat zijn de kernwoorden van dit project. Vandaar dus ook de vraag, kunnen we een t-shirt maken van tomaten om zo 2 uitdagingen tot 1 lokale prachtig Hollandse, West-Hollandse
oplossing te maken. Dus de grote negatieve impact die de huidige mode- en textielindustrie heeft op de planeet. En natuurlijk het toch wel laagwaardig, hoewel compost natuurlijk een prachtig product is, maar zouden we niet die tomatenstengels eerst tot een t-shirt kunnen maken en als je daarna klaar bent met je t-shirt, daarna alsnog kunnen composteren. Nou, wij denken vanuit een frame in het lab inmiddels helemaal vanuit bio-oplossingen. In het begin, toen wij alleen een werkplaats hadden, hebben wij nog nagedacht over een hoekje waarin we ook bijvoorbeeld plastic upcycling deden. Hebben we dat uiteindelijk niet in onze werkplaats geïntegreerd, omdat wij geloven, net als deze heer die jullie allemaal kennen, dat de grootste innovaties van deze eeuw komen juist door die combinatie van technologie en biologie. Nou, ook weer prachtige theorie. En dan doen in de praktijk. Hier nog even een mooi plaatje van een veld katoen, waar behoorlijk wat pesticiden over worden gespoten. Deze berg tomatenstengels, die ziet er dus in de praktijk ziet die er zo uit. Het is niet alleen tomaten, er zitten ook nog wat vruchten in. En het blauwe zijn de touwtjes waarmee de tomatenplant wordt opgebonden. Dat kan toch wel 8 meter hoog de kas in worden gebonden, omdat ze in trossen bij elkaar worden gehouden. Ze worden elke keer worden ze opgetrokken, die planten, om zo hoogst mogelijk opbrengst te krijgen van één tomatenplant. De plastic touwtjes, om maar eventjes de verwachtingen te temperen, die uitdaging hebben wij nog niet getackled. En we hebben veel andere dingen nog niet getackled, maar daar kom ik zo op. Deze heeft Willem al gedeeld. We stonden niet alleen. Er was al een ontzettend stevig consortium bezig, wat zich lange tijd had ingezet voor het creëren van een cardboard van een karton van tomatenstengels. En dat hebben wij ook gebruikt voor de ontwikkeling van onze oplossingen. Wij zijn gestart met een groep die zeiden, let's go, oké, we hebben een grote vraag, we gaan aan de slag. Blue City Lab, we geven jullie het vertrouwen om tot een oplossing te komen die aan twee voorwaarden moest voldoen. En die zien jullie hier terug in ons projectplan. Deze is in de afgelopen jaren onze leidraad geweest voor de planning. En het geeft aan hoe dynamisch die planning was. En ik ben ervan overtuigd dat je zeker zo'n innovatief project en zo'n innovatieve vraag als wij hebben gesteld, met zoveel dingen die je nog niet weet, dat je dat ook op een circulaire manier moet aanpakken. Dus wij zijn er heel holistisch, systemisch in gaan staan en hebben uiteindelijk 3 routes naar 1 doel onderzocht. En deze ga ik jullie verder toelichten. Dat zijn 2 flows zie je die doodlopen met een groene, met een rode vraag. De eerste is het afbreken tot het molecuul. De tweede is alleen focus op de vezel. En de derde is focus op alle groene stoffen. Ik noem ze even voor het gemak groene stoffen. Ik ben een econoom, dus ik vergeef me iedereen die specialist is en daar die denkt van, dat is niet de goede term. Ik bedoel niet alleen de cellulose, maar ook de hemicellulose, ook de chlorofiel, ook zelfs een deel van het water in de plant. Dat is de route waarvan ik jullie kan zeggen die ons het meest kansrijk is gebleken. Om tot een tomatentextielproduct te komen in een economisch systeem dat binnen onze planetaire grens past. Lekker uitdagend. Die eerste route was het losmaken van de cellulose, het voor elkaar krijgen van
van het helemaal tot op stofniveau afbreken van de plant. En daar zijn we mee gestart en dat is best wel behoorlijk systemisch uitdagend geweest. En ook ons lab was daar niet voor equipped. Dat heeft dankzij een samenwerking met de hogeschool geleid tot een poederachtig materiaal, wat jullie bovendien in de petrischaaltjes zien liggen. Dat is de cellulose uit tomatenstengels. Die hebben verschillende afstudeerders bij de hogeschool getest hoe ze dat los zouden krijgen. En ons idee was dat wij de cellulose zouden gebruiken om een filament te maken. En daar zal ik meer over vertellen. De tweede zie je dus de focus op de vezel. En daar hebben we een ontdekking gemaakt. Namelijk dat die vezel van de tomatenplant veel langer is dan in een wetenschappelijke literatuur is terug te vinden. Dat is een Turks onderzoek wat zegt dat de vezel van de tomatenplant niet geschikt is voor textiel. En wij hebben ontdekt dat er vezels van soms wel 5 centimeter uit die tomatenstengels te halen zijn. Tegelijkertijd kwamen daar een aantal uitdagingen naar voren, namelijk dat dit loskrijgen van die lange vezel ontzettend arbeidsintensief is. En die route is er dus ook uiteindelijk voor ons doodgelopen. Die route die zien jullie in het midden, die flow, dat is de route via de oude ambachten. Dus ook hoe ze vroeger vlas maakten, hoe ze vroeger hennepstoffen maakten. Dus echt het mechanisch loskloppen van de stengels en het uiteindelijk met de hand of met een spinnerij, maar dat je dus de vezel op een mechanische manier bewerkt en verwerkt en tot een gare maakt. De derde heeft geresulteerd in een tomatenleer. En daar werken Willem en ik komend jaar aan aan de lancering daarvan en in de vorm van verschillende producten. Dit is een project geweest van een heleboel verschillende stappen, zoals jullie denk ik aan die flow ook zagen. We hebben papier gemaakt van alleen de stengels, alleen het blad, een combinatie ervan. Een heleboel verschillende mengstoffen gebruikt in dat papier, zoals hennep, vlas, maar ook andere afvalstromen uit de land- en tuinbouw. We hebben een heleboel verschillende droogmethodes getest. Zoals je links onderin zie je eentje in een tent die wordt gebruikt voor het groeien van hennep. Veel door thuiskwekers, maar ook in incubatoren aan de lucht laten drogen om te kijken wat dat voor impact heeft op die stengel en hoe dus die vezel het beste los konden maken. Bovendien zien jullie ons oude lab. Daar hebben verschillende onderzoekers allerlei tests gedaan en daar is ook het merendeel van die mechanische loskrijgen van die vezel gedaan. Het loskloppen van de stengel zonder dat die was gekookt in soda. Het loskloppen van de stengel dat die een beetje gekookt is in soda. Dat die in een tot wel 5% soda is gekookt. Wetenschappelijk of praktijkresultaten, die vinden jullie op het platform van BioBoost. En daar zijn wij heel erg delen wij natuurlijk hartstikke graag. Ik ben nu mijn slides kwijt. Ligt dat aan mij? Mooi intermezzo. Ik zie jou weer in beeld. Misschien dat je hem even opnieuw kunt delen. Ja, ga ik doen. Ik zie hem weer.
Ja. Dus die kennis, als je bezig bent met tomatenvezels of met andere vergelijkbare vezels, schroom niet om ons te benaderen, want wij delen heel graag welke stappen wij hebben gemaakt en welke resultaten wij daaruit hebben gekregen, zodat je daar op door kan gaan. Deze deel ik ook heel graag. Die kun je nu slecht zien, omdat het een overzicht is en iedereen erop moest. Maar dit is wel belangrijk om te vertellen. Zo'n integraal onderzoek met zo'n brede aanpak kun je alleen doen als je dat samen doet. Dus ik zeg steeds we, omdat ik het dan allereerst heb over mijn eigen team. De freelancers die zijn aangehaakt, de afstudeerders, de samenwerking met de hogeschooldocenten, de lectoren van de hogeschool. Nou, en dan in elke hoek, dus de overheden, de experts, Michiel Adriaens die hier in de call zit, die heeft ontzettend geholpen. En zijn verdere collega's van wat toen nog Kenniscentrum voor Papier en Karton was. Natuurlijk het netwerk van Willem en van de Greenport West-Holland. Een heleboel ondernemers die hebben bijgedragen. Er zijn een aantal ondernemers geweest die hebben, naar aanleiding van de vele publicaties die Ted en Willem hebben opgezocht, hoewel ons onderzoek nog vol bezig was, ze hebben zich gemeld en gezegd: nou, wij willen wel de ondernemer zijn die die Tomato Tax naar de markt gaat brengen. En dat heeft, nou, dus we staan wat dat betreft hier niet alleen in. En ik denk dat je dat niet alleen kan doen, zo'n brede opzet. Oké, terug naar een van die routes. Dus ik dacht zo halverwege ons project dat dit het meest kansrijke was voor een biocirculair tomatentextiel. En daar ben ik nu op teruggekomen. Het interessante is dat de textielfibers, dus textielvezels, in twee hoeken zijn in te delen. Eentje is de natuurlijke vezels en de andere is man-made vezels die wij ook allemaal kennen, acryl, polyester, maar ook je sokken van bamboe zijn bijvoorbeeld van viscose gemaakt. En die artificial fibers, daar valt ook modal onder en acetaat dat daaronder zit. Dus dat zijn polymeren en dat zijn vaak wel, nou, zoals van bamboe zijn ze gemaakt van een hernieuwbare bron. En wij ontdekten door een publicatie in 2018 dat er in Finland, dat is natuurlijk omdat ze daar zoveel bossen hebben en een gigantisch hoog niveau van kennis en kunde op chemie en ook hoge doelstellingen op circulaire economie, twee bedrijven zijn die een eco-vriendelijke variant maken van een textiel van allerlei soorten reststromen. En de interessantste is Lyoncell, waarmee wij contact hebben gehad voor de verwerking van het tomatenvezel. Dus als we eenmaal dat poeder hebben, wat ik eerder op doelde, dan kan je dus cellulose als een commodity, als een grondstof gebruiken. En dat is dan de hoop. En dan kun je dus je recycled, je nieuwe materiaal, kun je in een bad doen waar je bijvoorbeeld ook nog oude textielproducten in kan verwerken. En dat chemische bad maakt dan een filament wat je kan spinnen, waar je fibers, dus textielvezel van kan maken, wat je verder kan verwerken tot een garen en daarna tot een textielproduct. Dit was dus een bericht in eind 2018, wat voorbij kwam, en toen hebben wij daar contact mee opgenomen en een aantal verkennende gesprekken mee gevoerd. Het probleem is met deze aanpak dat het nog ontzettend veel chemicaliën vraagt en ontzettend veel energie. Omdat je dus die plantenstoffen zo ver moet afbreken. Ik zeg niet dat ik dit geen goede oplossing vind, want ik denk dat dit een ontzettend goede stap voorwaarts is voor de textielsector. Maar aan de ene kant kwamen we erop dat het nog stukken moeilijker was om de cellulose los te krijgen in dat poeder, dat wat ik je net liet zien.
Dus dat duurde veel langer, dus daar konden we niet op wachten. En daarnaast vroegen we ons af, is dit nou wel echt een biocirculaire oplossing? Nou, het zou wel leuk zijn, we hadden dus halverwege ons project, zei ik steeds, het zou tof zijn als we dus een lingerie setje konden maken van cellulose wat we uit de tomatenplant extraheren, in die verwerkingsloop krijgen, via de BPF, de Bioprocess Facility in Delft, kunnen zorgen dat die biopolymeer gesponnen kan worden. En dan, wie weet hebben we dan over een jaar of wat in de eerste lingerie setje. Dat behoort nog steeds zeker tot de mogelijkheden. Dus iedereen die zegt, ik zie hier wel brood in, meld je en ik deel met heel veel plezier waar wij hier tot nu toe staan met deze route. Een andere route gaat over dit wolachtig materiaal. Dit zijn die lange vezels die we hebben ontdekt. En wij denken dat ze dus in de literatuur als korte vezel staat, simpelweg omdat die stengels worden fijn gehakt. Dus die onderzoekers hebben niet met de hele stengel onderzocht en hebben alleen gekeken naar kleine stukjes van de stengel. We zien geen andere verklaring dan dat. Dan waarom wij er wel uiteindelijk op met heel veel handarbeid en focus op het ambachten een lange vezel uit hebben gekregen. Deze kun je spinnen, deze wolletjes. En daar krijg je een redelijk garen bij. Ik zeg niet dat een goed garen is, want het is toch. Er zit nog best wel wat. Vaak wat. Ligninenachtige stoffen om de cellulose. Als we dat met de hand. Na verschillende varianten van met de hand eruit hebben geplukt. En dat maakt dat deze garen best wel stug en stijfjes worden. En de enorme hoeveelheid handarbeid maakt mijn eerdere vraag van, kun je dat wel in de huidige economie schaalbaar doen? En dat was wel natuurlijk wat Willem en ik tegen elkaar hadden gezegd, we zijn pas tevreden als we niet alleen een biocirculaire oplossing hebben, maar ook eentje die we economisch kunnen uitwerken tot een structurele economische activiteit. In onze zoektocht kwamen we op een heel interessant bedrijf en zij heette Bananatex. En dat is een tweede in die moderne ambacht, of in die oude ambacht, in een nieuw jasje route die ik met jullie wil delen. En dat is het papiergaren wat wij hebben ontwikkeld. Deze Bananatex is ontwikkeld door een bedrijf uit Zwitserland, waar wij heel onwijs goed geholpen zijn door die ontwerpers die daar werken. Zij hebben voor elkaar gekregen om de vezels van de bananenplant toe te passen in een garen door er eerst papier van te maken, dat papier in stroken te knippen en daar garen van te spinnen en dan te weven en te verwerken tot een textielproduct. Deze makers hadden als visie om een compleet plasticvrije, stevige tas te maken die je in het midden ziet. Die tas is in het echt ook prachtig om te zien. Er zijn hier een aantal wat dingen van belang. De vezels van de tomatenplant zijn hartstikke sterk. En het tomatenpapier, wat wij wisten van iedereen die eraan had bijgedragen, is niet per se, blinkt niet uit in stevigheid van zichzelf. Dus daar krijg je waarschijnlijk een veel fragielere garen van. Nou, dat is ook gebleken in ons onderzoek. Dan zie je hier van het resultaat dus het papier, wat uiteindelijk heeft gezorgd dat we een redelijk stevig garen konden ontwikkelen. Laat ik zeggen, een prachtig garen. Niet stevig, geen henneptouw of zo. Maar dat is dus een heel dun papier geworden. Want je moet hem wel kunnen,
kunnen spinnen. Dit is een Aziatisch ambacht, wat vooral in Japan tot een kunst verheven is. En we hebben dit alleen kunnen doen omdat we een Japans afstudeerder hadden, die samen met Marlijn Boer, een van de makers die hierop heeft gewerkt. Dus ja, steeds weer terugging naar welk soort papier heb ik nou nodig? Hoe kan ik dat papier maken? En dan een test doen om te knippen en te spinnen door het op een bepaalde manier op te rollen. Maar ook deze geldt in de huidige economie. Misschien als we straks een basisinkomen hebben of een briljante geest zoals deze bananatex is geweest, het wel voor elkaar krijgt om het te automatiseren. Maar tot daar is het een heel arbeidsintensief proces. Maar wel mooi om te delen dat dat dus wel degelijk op een mechanische manier een upcycling tot garen teweeg brengt. En dan zie je hier een handgesponnen garen. Dit is niet uit het papier garen, maar dit is uit dat wolletje nog. Oké, we hadden dus een aantal oplossingen. En onze derde route, dus het maken van van dat leerachtig materiaal door de hele plant te gebruiken en dat te versnipperen, te mengen met een aantal ingrediënten, waardoor het dus een leerachtig materiaal wordt. Daar waren we nog druk mee bezig. En intussen kwam ik in gesprek met Willem erachter van ja, het is een heel productiesysteem wat hierachter hangt. En dat hebben we met behulp van een ondernemer die dit uittekent, hebben we dat gevisualiseerd op de plaat die jullie nu voor je zien. Het gaat niet alleen om die vezels. Het gaat niet alleen om het verkrijgen van de beste stoffen voor een geweldig tomatenleer. Maar het is dat tomatenleer is zo goed als wat de mogelijkheden die business case overlaat voor verdere verwaarding van die plantenstoffen. En deze komt uit juni 2020. En toen ik in voorbereiding voor dit gesprek goed bekeek, dacht ik misschien zullen we hem nu alweer anders inrichten of daar weer nog een verdere slag in slaan. Dat is natuurlijk ook mooi, want zo hard gaan die ontwikkelingen ook. Dit is het uiteindelijke resultaat waar wij structurele economische waarde van inzien in de huidige economie. En dat is omdat het gemaakt is van compleet hernieuwbare grondstoffen. Dat is de hypothese, geproduceerd kan worden op grote schaal. En het kan een markt bedienen die voor nu bereid is een aantal concessies te doen op de functionaliteiten van echt leer, omdat het dus een waanzinnig, fantastisch, vegan alternatief is daarvoor. En er zit een onderneming achter die inmiddels de middelen heeft om dit materiaal verder door te ontwikkelen tot een leerachtig materiaal wat de juiste eigenschappen gaat hebben om echt een structurele oplossing te bieden voor de vervuiling van de leerindustrie. Het bedrijf heet Biophilica en ik kan jullie alleen maar uitnodigen om tomatoladder.com toe te voegen aan je aan een van de websites die je regelmatig checkt. En natuurlijk de socials van de Greenport West-Holland en Blue City Lab in de gaten te houden voor de aankomende launch die we aan het voorbereiden zijn. En ik hoop heel snel dat velen van jullie een tasje, een
portemonneetje van tomatenleer in je bezit kunnen krijgen. Dat is wat wij gaan doen met een pilot deze zomer in samenwerking met de Den Oude Groep, Remo Key en natuurlijk Biofilica, om dit op schaal te testen en te zorgen dat, dat jullie dit continu kunnen gaan gebruiken. Ik hoop dat dit een inzage gaf in het proces en de resultaten, maar vooral ook het proces van hoe tomatenleer, hoe dat tot een van de resultaten kwam in een grote vraag: kunnen we textiel maken van tomatenstengels? En als jullie vragen hebben, schroom niet om mij te mailen, te bestoken met vragen nu. Ik zie dat er een aantal vragen in de chat staan en dan ik hoop dat, dat ik daar wat antwoorden op kan formuleren. Tot zover. Willem, kan jij mij zeggen welke vragen we uit de chat ik meteen kan vastpakken? Ja, dat ga ik doen. Dankjewel, Nienke, voor jouw presentatie tot nu. Als ik even begin in de chat, want er zijn best een aantal vragen binnengekomen. Ik probeer daar zo goed mogelijk een selectie uit te halen. Begint met inhoudstofverwinning, wordt al jaren genoemd. Zijn hier al realisaties? Ja, ik kan dat vanuit mijn eigen betrokkenheid bij inhoudstoffen, kan ik zeggen dat dit inderdaad al een aantal realisaties zijn. Maar er zijn nog veel meer ideeën op labschaal getest die nog verder uitgewerkt kunnen worden, mogen worden. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Nienke? Ja, volg ook Barbara Schrammeijer. Zij is hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam en de HAN. Dus Hogeschool Arnhem-Nijmegen is heel ver in het loskrijgen van allerlei plantenstoffen. Dus het is een hele interessante onderneming die ik ook ken dankzij onze verbinding met Greenport West-Holland. En zij heet de Biota Nutri. En zij zijn bezig met de verwaarding van de sappen uit de tomatenstengels. Dus dat is wat ik even snel... Ja, dat beantwoordt meteen al een deel van de volgende vraag. Ja. Welke eisen worden er aan de processing, aan de behandeling van tomaten of loof? En in hoeverre is bekend of dit interfereert met behoud van kwaliteit van vezels, nutriënten en dergelijke? Zoals gezegd, er is een bedrijf wat het sap of de sapfractie uit de stengels perst en daar de nutriënten van gebruikt. De droge stof die daar overblijft, die zouden we kunnen gebruiken voor tomatenleer. Nienke, kun je dat? Ja, dat is nu op labschaal wat er inderdaad is onderzocht en laten zien. Ik heb bijvoorbeeld nog een vraag uitstaan naar Biota. Als zij, dat heeft Marlijn eigenlijk, degene die de vezels losmaakt. Die vroeg zich af, als Biota het sap nodig heeft als bodemverbeteraar, dan mag daar waarschijnlijk geen soda in zitten. En hij heeft de beste resultaten gekregen als grondstof voor dat leerachtig materiaal, door die stengels deels in soda te koken. Dus als je die voorbewerkingsstap achterwege laat, dan heb je misschien hoogwaardiger sap en laagwaardiger leer. Nou, dat is de soort van verwaardingsboom waar we met z'n allen gewoon flink hard aan moeten werken. Van waar zit nou de echte optimalisatie? En ik vermoed dat, ik heb dat leer gezien in verschillende gradaties, dat het prima kan met een niet in soda gekookte vezel. Want hoe minder processtappen, hoe minder je energie je gebruikt, hoe minder arbeid het ook kost om het te doen. Hier gaat de zaag aan in de werkplaats. Dus ik geef hem even door aan jou. Ja, dankjewel. Ik ga door met een aantal volgende vragen die er staan. Een aantal korte vragen. Wat is er gebeurd met de kennis en ervaring van Kenniscentrum Plantenstoffen? Is die hierin meegenomen? Ja, korte vraag is ja. Ja, daar heb je Barbara ook. Goed je te zien. Heel goed.
Al hoop ik wel dat dat makkelijker te ontsluiten is. Ik weet dat die bibliotheek bestaat. En daar kwam ik zelf wel eens laat achter, maar dat kwam ook omdat wij natuurlijk hartstikke nieuw zijn als partij hierin. Als ik daarop mag aanvullen, de kennis en ervaring van het kenniscentrum plantenstoffen is lastig te ontsluiten, want het kenniscentrum zelf bestaat niet meer. De inhoudstoffenbibliotheek of de extractenbibliotheek, zoals die ook bekend is, die is inmiddels overgenomen in eigendom bij de provincie Zuid-Holland en die is fysiek ondergebracht bij Universiteit Leiden, waar contacten mee zijn om te kijken welke kennis daaruit nog gebruikt kan worden buiten het academische kennis waar de universiteit zelf voor zorgt. Maar ook de link weer naar de praktijk met de ondernemers. En daarvoor ben ik in gesprek met de Universiteit Leiden. Om dat te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Een volgende vraag. Het zou mooi zijn als dat ergens op een doorzoekbare database is. En dat wij, of in ieder geval de organisaties die dat willen, die kennis dan weer kunnen delen met studenten, met onderzoekers. Precies. Als ik dat daar iets aan mag aanvullen. Ik heb toentertijd ook regelmatig die symposia bijgewoond van het kenniscentrum plantenstoffen. In mijn herinnering gaat het hoofdzakelijk om ethanol gebaseerde extracten. Dus stoffen die goed oplossen in ethanol. En van een hele grote set aan verschillende gewassen die in Nederland werd geteeld. En daar zijn extracten van die bij min 80 worden bewaard. En er is ook zeg maar een hele data management op losgelaten. Dus er is die informatie is er, maar die krijg je niet per se op het moment als je om een bepaald extract vraagt. Want dan willen ze eerder dat je een soort van unbiased screent. Ja, dankjewel voor deze aanvulling, Barbara. Ja. Ga ik even verder met de vragen die gesteld zijn. Is er voldoende volume reststromen voor opschaling? Nou, die kan ik volmondig met ja beantwoorden. In ieder geval al in de regio West-Holland. Maar in Noord-Holland en in West-Brabant zijn ook en in Zeeland zijn ook een aantal grote tomatenkwekerijen. Dus als dit echt gaat aanslaan, dan hebben we in Nederland hebben we al heel wat tomatenstengels die we zouden kunnen verwerken. Ja. Hoe verbinden we de tuinders met de grootschalige non-food business? Is ook een vraag. Nou, dat is, is de grootschalige non-food business dan de textielindustrie bijvoorbeeld? Dat staat er niet vermeld. Want daar gaan we in ieder geval ons best voor doen. Die brug te bestendigen en met de spin-off van dit project. Ja, dat is wat jij daarnet kort aanhaalde, Nienke, is dat wij zijn nog niet klaar met dit project. Jij en ik niet, samen met een aantal andere collega's om ons heen. Omdat we nu echt willen voor elkaar krijgen dat die samples van tomatenleer die we als laatste gezien hebben, dat we daar echt een product van kunnen maken en op de markt kunnen brengen. Al is het in beginsel als een heel klein product. Maar op het moment als we daar wel business mee kunnen maken, of de ondernemer die erachter zit, die we eigenlijk gaan helpen, als daar business van gemaakt kan worden, dan zien we voor ons dat daar ook weer vervolgproductontwikkeling kan gaan plaatsvinden met dit materiaal. En onderdeel daarvan hoort natuurlijk, hoe verbinden we de grondstofleverancier, de tuinder, aan de productie van het product. Die markt voor vegan leeroplossing is gigantisch. We hebben natuurlijk een van de mooiste voorbeelden in West-Europa hier in het pand zitten. Dat zijn de ondernemers achter Fruit Leather. Zij maken een prachtig materiaal van de vezels van de mango. En daar zie je ook wel hoe enorme vraag er is. Dus zij worden gewoon compleet overvraagd. We gebruiken gewoon veel leerachtig materiaal. Dus dat is een groeimarkt die je kan doorrekenen, waar je een fabriek op kan bouwen. Dat is wel tof, want dat is niet met alle biomaterialen zo, dat de toepassing zo'n bestaande markt heeft. Ja, dankjewel. We krijgen nog een compliment. Mooie naam, Tomatex.
Verder wordt er nog een aantal linken gedeeld door een collega van mij, achtergrond van Greenport West-Holland. Overigens is op www.bioboost-platform.com is ook het onderzoeksrapport van tomatenleer, van het tomaten-t-shirt, dit project, is daar te downloaden in documenten. www.bioboost-platform.com. Even kijken, er is nog een opmerking over vocabulaire, dat die cruciaal is. Wat wordt er onder cellulose verstaan, wat onder de vezel, met daarbij een opmerking, een verwachting eigenlijk, dat de lange vezel die gevonden is, misschien wel een complex is van kortere vezels die stevig aan elkaar zitten. Ja, nou, ik kan dat bevestigen. Ja, dus als je gewoon naar de vezel kijkt die de plant maakt, en die waar Nienke ook van liet zien, hè, van als je gewoon de stengel intact houdt en je gaat hem als het ware uitpluizen, ja, dan spreken we van vezels. Dat is wat we zien. En als we daar dus ingaan in die vezel, dan moeten we daar eigenlijk drie verbindingen in ontdekken. En dat is helemaal in het diepste van die vezel, is dat eigenlijk een kralenketting van suikermoleculen. En dat noemen we dan cellulose. En dat is dan eigenlijk één kralenketting van cellulose. Maar er liggen gewoon een heleboel van die kralenkettingen onder elkaar. En die gaan ook lekker met elkaar een verbinding aan. En dan krijg je een bundel van cellulose, dus een kralenkettingen van suikers. En het is die ketenlengte die dan in de literatuur beschreven staat. He, dus dat is dan wat het volgens het Turkse onderzoek een redelijk korte keten. Maar heel veel van die stukjes liggen naast elkaar en die worden dan bij elkaar gehouden door een molecuul dat heet hemicellulose, dus een vertakte molecuul. En daaromheen zit een soort, eigenlijk een soort lijm. En dat is lignine. En dat maakt dan dat je een veel langere vezel eigenlijk uit zo'n stengel tevoorschijn kan trekken. Die dan ook weer wat ruw van structuur is. Want zoals je terecht opmerkt, ja, dat is dan die lignine die daar ook eigenlijk de reden van is. En wij als Hogeschool Rotterdam, hè, we zijn hartstikke blij dat we hierin ook konden gaan participeren. We hadden zelf al een project op rozenstengels en daar een methodiek voor ontwikkeld die wel ook een stukje gebruik maakt van chemische oplosmiddelen. Waarbij we wel kijken waar kunnen we die stappen circulair maken. Hè, dat kan absoluut en we kijken ook altijd al naar totale verwaarding. Er zitten natuurlijk veel meer moleculen in die stengel, waarvan het zonde is dat je dat als afval ziet. Maar ja, gaan wij als wetenschappers zien van ja, als je die componenten echt zuiver in handen kan krijgen, hè, zoals je dat poeder zag in die petischaal, ja, dan kan je vanuit die cellulose weer nieuwe, wat wij dan noemen, polymeren vezels maken, naargelang zoals jij dat wil. En al dan niet met veranderingen daarop aangebracht, modificaties noemen we dat dan. Dus ik snap het vanuit het circulaire gedachte, dat je natuurlijk kijkt van ja, hoe biocirculair is die methodiek dan? Ja, daar zal nog wel wat onderzoek aan vooraf moeten gaan. Dat kost nou eenmaal onderzoek. Maar ook zeker zou ik blijven zeggen, althans wij gaan er zeker gewoon mee door. Dus wellicht treffen we elkaar als over een tijdje toch weer gewoon. Hè? Maken we wel degelijk rond. Zo van ja, wij als wetenschap gaan we door met dat type onderzoek. Op echte grondstofverwaarding. En dat jullie met dat prachtige, snellere product van ik zie al wat. Van die leren tas, zodat wij dan weer voor de voering kunnen zorgen die dan in die tas zit. Weet je wel, met dat. En dan met zo'n. We mogen nog officieel niet vertellen dat het een tas is. Oh, nou, heel goed. Dat weet ik. Ik zeg dat het als voorbeeld. Ja, precies, bijvoorbeeld een tas. Ja. Bijvoorbeeld een tas. Ja, sorry. Barbara, dank je wel voor je toelichting. En dat is dus ook meteen de, om te laten zien dat je dit samen moet doen. Wij zijn bij elkaar natuurlijk niet, hebben de PhD-graad en de jarenlange onderzoekservaring van Barbara. Dat willen we ook helemaal niet, want dat doet ze op de hogeschool goed. Dus dan kun je elkaar zo goed aanvullen. Want wij zijn de vooruitgeschoven pion in het veld vanuit de markt.
Maar ja, die is dat... ook heel belangrijk. Want en je dat moet, 1, 2 we moeten is niet, super. Ja, absoluut. Want we moeten niet uit het oog verliezen. Want wij als wetenschapper kunnen wel hele mooie ideeën hebben. En ik zeg niet dat dat niet mooie ideeën zijn. Maar wil je het uiteindelijk ook naar een economisch verdienmodel brengen, ja, dan heb je de economen nodig om, om dingen door te laten rekenen. Dus dat is zo heel mooi uit die samenwerking die we ook dus binnen onze eigen hogeschool zo erg ja, sterk hebben neergezet. En het hele mooie natuurlijk met de samenwerking die we met jullie hebben, Blue City. En daarmee dus met dit hele mooie Tomatotex project. Dus ik wou eigenlijk gelijk dit eventjes aangrijpen om te zeggen, nou, hartstikke leuk. Dank je wel daarvoor dat we ons op die manier ook een steentje aan een beetje al een tussenproduct hebben kunnen leveren, maar zeker ook aan kennis. Dus heel fijn. Ja, nou, dank je. Dat is hartstikke mooi. Dank je wel, Barbara. En dan wil ik natuurlijk vanuit mijn rol aangeven dat de link met de ondernemers, zowel als suppliers als afnemers, ook een belangrijke is. En daarvoor zitten wij ook in dit project aangehaakt. Mijn overtuiging is zeker dat als het gaat over innovaties en zeker richting een circulaire economie, kan je dat alleen maar samen doen en niet als één partij alleen. Dus vandaar ook indirecte samenwerking met Greenport West-Holland, met jou Barbara. Ik ben door Nienke geregeld bijgepraat en ik word er wel blij van hoe jullie samenwerking is. Oh, dat is mooi. Ja, nou, wij ook. Maar ook dan weer indirect natuurlijk met dat hele netwerk wat Blue City om zich heen bouwt. En dat samen met het netwerk wat ja, wij zeg maar met de externe partners en de telers en zo aangaan. Ja, samen versterken we. Ik bedoel, geef ons nog eventjes een jaar, anderhalf en dan hebben we zo'n mooi biobased Nederland. Hartstikke goed. wij doen eraan mee. Daarom. Ja. Zijn er verder nog vragen uit de groep? Ik zag nog een vraag van Herman de Boon. Ik weet niet vanuit welke hoedanig jij spreekt, Herman, of er voldoende financiële ondersteuning is voor de inzet van biogrondstoffen. Ik denk dat de fossiele industrie te veel wordt gesubsidieerd als we daar eens mee ophouden dat er een grotere markt is voor hernieuwbare materialen en grondstoffen, omdat nou, dat je dan een level playing field hebt. Ik zal die mening weer inslikken, want daar kan ik verder toch niks aan doen dan laten zien hoe het wel kan. Ja. Nou, je bent van de Circular Biobased Delta. Ja, ik denk ik hoop dat wij een kleine stap helpen met de lancering van de tomatenleer. Door te laten zien hoe het kan. En door ook straks de business case op pilotschaal te kunnen doorrekenen. En dan kunnen we dan, ja, dan is het ofwel een marktoplossing, of kunnen aangeven waarom dat niet competitief is. Dus dat is één. Twee, voor integraal onderzoek naar biogrondstoffen, materialen, dus niet alleen de grondstoffen, maar ook meer richting toepassing. Ik denk, ja, hoop ik en verwacht ik dat daar publiek-private samenwerking soort van pakketjes vragen aan de markt. Van maak een integrale oplossing om dit probleem op te lossen. Een goede is die ik doorgestuurd kreeg vanuit de provincie Zuid-Holland en vanuit de Stichting Veenwijnen Innovatiecentrum, een start-up vraagt dat je €25.000 kon winnen met een plan om een prototype te maken van olifantengras, listolden en of riet. Nou, ik denk dat zo'n soort van challenge, ontwerp challenge, de juiste middelen geeft om te starten voor starters. Wij zien dat in ons lab dat daar grote behoefte aan is. Dat merendeel nu op hun eigen financiën een oplossing aan het prototyperen zijn. Nou, dat vertraagt wel daardoor natuurlijk. Dus als daar meer middelen zijn, dan kunnen we sneller testen en experimenteren en kijken wat er blijft staan en wat echt een echte markt kan bedienen.
En Nienke, als ik daar nog even aan mag toevoegen, misschien een beetje preken voor eigen parochie, want ik ben natuurlijk hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dat doen jullie ook al natuurlijk heel goed, is de verbinding zoeken met de jonge generatie. Dus met studenten, het echt als projecten onderbrengen, als projectvragen aanbieden aan hogescholen, zeker aan de hogescholen, omdat die zo gericht zijn op ontwikkeling van innovatieve technologie, methodieken, hè, want het is echt praktisch gericht onderwijs. En daarmee zorg je gewoon dat je awareness creëert. Ikzelf ben ik werkzaam bij biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Dus studenten komen binnen omdat ze denken, nou, ik wil iets met medisch doen. Ze willen eten, ik wil naar het Erasmus MC. Daar wil ik werkzaam gaan zijn. En doordat je dan dit soort projecten inbrengt waar ze uit kunnen kiezen, dan vinden ze met name dat die maatschappelijke impact heel interessant. En zie je steeds meer studenten die voor dergelijke projecten kiezen. Niet dat dat onderzoek, medisch onderzoek, niet hartstikke interessant is. Maar ze vinden dit eigenlijk omdat het zo totaal anders is als dat ze op voorhand voor ogen hadden toen ze die studie kozen. En heel goed om juist die jonge generatie daar al helemaal in mee te nemen. Die weten straks niet anders. Die zeggen gewoon, ja, maar hoezo, die biobased? Ik zie allerlei mogelijkheden en starten ze nieuwe lekker start-ups. Je ziet, ik ben ook net als jij heel positief ingesteld, hè, Nienke? Ja, ik denk dat moet de drijfveer zijn. En dat met name ook de jonge generatie. Nou, ik moet natuurlijk niet... Mijn generatie, want dat kan niet voor jou spreken, Nienke, maar dat motiveert om met jonge mensen aan de slag te gaan. En zeker niet te denken dat wij al de oplossingen weten, dat weten zij vaak zelf veel beter. Ja, dankjewel Barbara voor je enthousiasme ook en je positiviteit. Jij noemde ook één woordje, daar sla ik even op aan, awareness. Dat is ook één van de belangrijke doelen van dit project, om awareness te creëren. Niet alleen bij de jonge generatie, maar ook bij de andere generaties. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met reststromen die we tot nu toe nauwelijks benutten. Ik wil niet zeggen niet benutten, want compost heeft ook een goede bestemming, maar er is veel meer mogelijk dan alleen dat. Er is ook nog even een vraag gesteld in de chat naar de website van het bedrijf. Dat is tomatoleather.com. En hij is nog niet actief, de website, maar dat gaat hij op korte termijn wel zijn. Dus vandaar, dat is even de bevestiging naar de persoon die zei van, joh, volgens mij bestaat hij niet. En anders kun je altijd tomatentextiel.nl in de gaten houden, want ook daar komt die link naar... het Tomato Ladder op te staan. Even kijken. Kennen we het Natuurvezel Applicatiecentrum verbonden met de Circular Biobased Delta? Jazeker, die kennen wij. Leon Joren in Raamsdonksveer en collega's uiteraard. Dat waren ze volgens mij zo even snel. Als er geen aanvullende vragen meer zijn, dan... dank ik jullie allemaal voor de aanwezigheid en de vragen die jullie gesteld hebben. Vanuit deze sessie is opgenomen en vanuit Greenport West-Holland zal deze opname ook weer gedeeld worden onder alle mensen die zich ingeschreven hebben. Die e-mailadressen heb ik ontvangen en daar zal ik ook een link naartoe sturen. Dus daar kan je het altijd nog een keer nakijken. Nienke, heb jij nog iets toe te voegen? Ja, ik doe met veel plezier nog een rondleiding. Dan zetten we de recording stop en dan voel ik me ook wat meer op mijn gemak dat ik met een zwaaiende handcamera door het gebouw loop. Als dat voor mensen van waarde is, laat het weten. Dan blijf ik langer hangen en dan leid ik jullie nog even rond in onze labs. Als iemand interesse heeft in een virtuele rondleiding, geef dat even aan in de chat. Als ik er één of twee zie. Ja, ik zie er al één. Top, dus Julia. Dan doen we het samen. Doe ik met plezier. Ja, helemaal goed.
Iedereen, dank je wel. Blijf hangen als je de rondleiding wilt. Ik stop de opname. En graag zien we de eerste bestellingen van jullie ook binnenkomen, zodra de website actief is en waarop we een gadget of een sample kunnen aanbieden. Maar daarover later meer. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. Veel plezier bij andere lezingen als jullie die gaan volgen deze week in het kader van de Week van de Circulaire Economie. En heel erg dank nogmaals voor jullie interesse en een fijne middag.